zit rock'n'roll op de fiets naar je werk? Ja, dat vind ik wel. Ja? Dat vind ik wel, ja. Nee, ja, ik ga altijd op de fiets. In de stad. Wat moet je nou met een auto in de stad? Dat is niet te doen. Dus dan wordt het ook zo opgelegd pandoer. Met een grote Amerikaanse slee in de file staan. Dat je zwarte puntschoenen aan moet en je haar zwart moet verven als het begint te grijzen. Dat is het allemaal niet. Daar zit het niet in. Muziek, dat is het. Daar gaat het om. Hé, hey, Wanda. Hey. Doei. Wij zijn muzikanten, dus we vinden het ontzettend leuk om een zaal goed te vermaken en eventueel te ontroeren en aan het dansen te krijgen. Dat is ons vak en dat kunnen wij en dat kunnen we verdomd goed. Dat hebben we geleerd in die 28 jaar. En dat kunnen we steeds beter. Nou, dat is ook een beetje waarom we het alsmaar leuker vinden. Hebben jullie vermaakt met muziek van de dijk? Drie generaties zou ik wel zeggen, ja. Ja. En dat zie je nog terug hoor, want je ziet kinderen van 12 die echt alles kenden. En dat is een gek idee, dat het bijna niet meer is omdat je het zelf hebt gedaan, maar omdat die ouders zo gek van ons waren. Weet je zelf wel als de beste. Wat je slechtste ik uitdacht. Ik moet waarschijnlijk ietsje later. En ga ook wat eerder weg. Jullie hebben in 2005 de Oeuvreprijs gekregen. Dit jaar zou je misschien de Nederlandse Popprijs kunnen winnen. Wat voor betekenis heeft dat? Ja. Nou ja. Als we hem winnen, heeft het heel veel betekenis natuurlijk. En als we hem niet krijgen, zeggen we, oh, stel dat voor. Ja, zo doen we dat al jaren. Maar het zou hartstikke leuk zijn. Ik zou het ook als een eer voelen. Maar het is ook, ja, het is geschiedenis. Het is popgeschiedenis. En dat telt wel, vind ik.